Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit De Waag in Amsterdam. Vandaag de gast Sietse Sibrandi. Sietse, je bent van GitLab. Klopt. Wat doen jullie? Wij maken samenwerkingssoftware voor programmeurs. Dus wij zorgen dat een grote groep programmeurs samen hetzelfde stukje code kan werken. Ja, en ik ben zelf geen programmeur, maar ik ken wel een beetje de dingen die daar spelen. Jullie naam doet denken aan een andere partij, aan GitHub. Waar verschillen jullie in met GitHub? Op GitHub staan veel open source projecten. Wij zijn open source. Dus GitLab is gemaakt door 800 mensen die code bij hebben gedragen. Dat is een heel belangrijk verschil inderdaad. Dus waarom zijn jullie dat dan op deze manier gaan doen? En waarom was het voor jullie belangrijk om zeg maar echt compleet open source te werken? Niet gewoon een open source projectje bovenop GitHub te gaan doen? Het is ooit gestart door mijn co-founder, Dimitri, in de Oekraïne. Die had iets nodig om binnen zijn bedrijf te gebruiken, maar er was geen budget. En het moest wel op de eigen servers van het bedrijf draaien. En dat is een heel bekend probleem dat ofwel vanwege performance, ofwel vanwege juridische redenen, of vanwege integratie met identiteitssystemen, nou noem maar op, zijn allemaal redenen om je eigen server voor je code te willen. En er was op dat moment was er nog geen goed open source alternatief. En eigenlijk zijn we gewend dat alle software die we gebruiken als programmeurs, die wordt door andere programmeurs gemaakt. Dat is open source, dat kan je vrij gebruiken. En nog veel belangrijker, je kan het ook wijzigen. Je kan eraan bijdragen. Dat is zeg maar gesneden koek voor iedereen die met programmeren bezig is. Tegelijkertijd zijn er nog heel veel mensen in Nederland die daar nog niet alles van weten. Ik herinner mijzelf uit mijn eigen geschiedenis. Ik ben ooit, toen ik bij de VPRO werkte, ik wist eerlijk gezegd toen in mijn sollicitatiegesprek, ik wist helemaal niet wat open source was. Toen vroegen ze mij tijdens sollicitatiegesprek, wat vind je van open source? Ik dacht, wat moet ik daarvan vinden? Even heel snel denken. Maar goed, toen moest ik de software die er toen was, MMB's, was onder mijn verantwoordelijkheid open source gemaakt. En ik herinner mij directeur nog altijd, die zei, als ik dan weer iets vertelde, zei die, Erwin, gaan we dat ook weer weggeven? En dat ik dan wel geleerd had op een gegeven moment, ja Peter, en daar worden we alleen maar beter van. Leg jij nog eens uit waarom je er beter van wordt om open source te werken? Door open source te werken zijn je klanten niet alleen, die geven je geen geld, maar die dragen ook bij. Bijvoorbeeld in Europa heeft CERN, die draait GitLab, en die hebben allemaal waardevolle toevoegingen gedaan. CERN is die deeltjesversneller in Genève. Dus samen maak je het beter. En daardoor krijg je software met meer functionaliteit voor een lagere prijs. Ja, en dat is natuurlijk een aansprekend verhaal. Ja, hey, en kun je even iets uitleggen van hoe dat dan gaat? Als je met 800 mensen iets maakt, vertel even iets hoe dat dan zeg maar, de besluitvorming gaat. Wie is de baas? De baas is mijn co-founder nog steeds, Dimitri. Die heeft het laatste zeg over wat erin komt. Die is CTO. We noemen hem soms ook wel Dr. No, want hij moet voorkomen dat er slechte code binnenkomt. Want op het moment dat je codebase slechter wordt, dan is het voor mensen die daarna komen veel moeilijker om een toevoeging te doen. Dus wat we ook doen, de code moet zo blijven dat je die toevoegingen kan blijven hebben. En dat doet hij al jaren heel goed, waardoor we heel snel kunnen blijven ontwikkelen. We hebben elke maand een nieuwe release en er zitten elke maand weer hele mooie nieuwe dingen in. Ja, en het is een platform waarop ook weer code wordt uitgewisseld. Kun je dat nog eens even uitleggen? Want jullie je zegt een nieuwe release, dat is van jullie platform, de sharing platform. Wat voor functionaliteit zit daar dan in voor mensen die niet programmeren? Leg dat eens uit. Wat kun je daarmee doen? Zo, dus GitLab, als je dat installeert, dan kan je met elkaar aan code werken. Moet je een beetje voorstellen als Word met track changes. Je kan online kijken welke voorstellen worden gedaan, daar commentaar op geven. Maar wel met een heleboel mensen tegelijk, als je wil. Er zit ook een issue tracker bij, een soort to-do-list van wat je moet doen. Er zit een wiki bij, nou, dat ken je van Wikipedia. Ook voor documenteren van software. Ja, klopt. En er zit ook CI en CD bij. Moet je voorstellen, dat is om je code automatisch te testen en automatisch te deployen, in live te zetten. Ja, en het wordt heel veel gebruikt door programmeurs, vooral ook een van jullie concurrenten, GitHub. Om heel veel modules die één keer goed door iemand zijn gebouwd te kunnen hergebruiken. Dat je dat niet allemaal weer van scratch af aan opnieuw hoeft te gaan doen. Wat voegt jullie platform toe en wat maakt het dan anders om de software die dit managed open source te hebben? Ja, nou, wat wij bijvoorbeeld veel zien, wij worden veel gebruikt door bedrijven. Meer dan 100.000 organisaties
die runnen GitLab intern, mm-hmm. afgesloten van de buitenwereld. Maar die kunnen vervolgens wel binnen het bedrijf samenwerken. We hebben gebruikers die zitten met meer dan 15.000 fulltime developers, werken ze via GitLab samen. En dat dus, kan niet bij GitHub? Nou, GitHub biedt ook een versie aan, waarbij je hem intern kan installeren. Wij vinden dat onze software meer functionaliteit heeft. Onze software schaalt sowieso veel beter en het is ook veel beter te betalen. Dus het is veel makkelijker om dat te doen. En op het moment dat je intern ook die open source gedachte krijgt, dus niet meer, oh, die afdeling heeft dat uitgevonden, maar ik ga mijn eigen ding uitvinden, want als ik ooit een wijziging wil, kan ik dat helemaal niet voorstellen. Als je intern wat meer gaat inner sourcen, noemen we dat dan, dan kan je die efficiëntie van open source kan je ook binnen je bedrijf hebben. En in bedrijven, in grote bedrijven, mist dat heel erg op dit moment. En die gebruiken GitLab om dat naar binnen te brengen. Een vraag van Martinus Meijborg, zegt GitHub, GitLab. Wat betekent Git eigenlijk? Git is het versiebeheersysteem wat er aan ten grondslag ligt. Dus je hebt ook nog Git Web en nog veel meer dingen die met Git beginnen. Ja. Git is ooit uitgevonden door Linus Torvalds, de maker van Linux, ja. het besturingssysteem van je mobieltje. En die had voor, om Linux te maken, had hij een nieuw versiebeheerprogramma nodig. En dat heeft hij toen maar zelf gemaakt. Heeft ook, het betekent in het Engels zoiets als klootzak, Git. Dus hij zegt dan schetsend van, nou ja, ik ben heel een egomaniak, ik noem alles naar mezelf. maar dat ligt eraan ten grondslag. En dat heeft een revolutie veroorzaakt en een hele nieuwe manier van werken. Hey, het interessante van de hele wereld van open source is dat er aan de ene kant er heel veel gratis is en heel veel samengewerkt wordt. En tegelijkertijd er ook geld verdiend wordt natuurlijk. En dat zijn jullie natuurlijk ook een voorbeeld van. Hè? Of het nu op het gebied van WordPress is, waar je open source WordPress kan gebruiken. Biedt WordPress.com, zeg maar, betaalde diensten aan. Waar zit jullie verdienmodel in? Wij hebben een zogenaamd open core model. We hebben GitLab Community Edition, 100% vrij, MIT license. En dan hebben we GitLab Enterprise Edition. En daar zitten een aantal features bij die voor organisaties die wat groter zijn, meer relevant zijn. En daar vragen we $50 per gebruiker per jaar voor. Ja, maar wat daar even ook bedoelt, er is natuurlijk een beetje een soort tegenstelling. Dat zie je vaker bij open source initiatieven. Dat heel veel, je zegt meer dan 800 personen dragen bij aan jullie codebase. Maar jullie zijn natuurlijk gewoon jullie waren een Nederlandse BV en voor zover ik heb begrepen zit je tegenwoordig in San Francisco, dus je bent nu een Inc, denk ik? Ja, GitLab Inc. GitLab Inc. Dat is gewoon een private company. We zijn een for-profit bedrijf, dus wij zijn gericht. Ja. Maar hoe is dat niet lastig? Want die mensen die helpen allemaal om jouw bedrijf beter te maken en straks gaan jullie met de poen aan de haal. Ja, dat is een tegenstelling en dat is ook heel moeilijk. Elke open source bedrijf heeft het daar moeilijk mee. Ik vind dat we tot nu toe best goed doen daarin en dat vindt de community denk ik voor het grootste gedeelte. Nou, wat probeer je dan om dat niet te laten wringen? Het is heel belangrijk om in ieder geval geen features weg te halen. Dus je moet zorgen dat je open source versie nooit slechter is. De gratis open source versie, zeg maar. Ja, ja. Dan moet je nooit een feature uithalen. Je moet zorgen dat die er even mooi uitziet, dat die even veilig is, dat die even snel is. Dat het heel duidelijk zijn wat die paar dingen zijn waarvoor je moet betalen, maar dat dingen zijn die nooit door iemand bijgedragen zijn in een project. Dat zijn allemaal dingen die wij met geld van klanten hebben ontwikkeld en dat moet ook weer terugkomen zodat we weer nieuwe features kunnen ontwikkelen. Ja, maar ga er nog eens op verder, want daarmee is het nog niet het verhaal in terrein. Nee, het is bij elke feature is het hard nadenken, oké, is dit iets wat in de Community Edition moet of in de Enterprise Editie? En 95% van de gevallen komt het in de Community Edition. Daar zijn we heel zorgvuldig in en soms ook als de community er niet mee eens is, kunnen we ook iets alsnog open source maken. Het is gewoon heel goed luisteren. En de meeste mensen hebben wel een idee voor wat redelijk is. En tot nu toe is het ons heel goed gelukt om die balans te vinden. Dat we wel een groeiend en bloeiend bedrijf hebben. Maar dat mensen zeggen, oh, GitLab, die maken een redelijke afweging daarin. En dat hebben we nu, houden we nu al een paar jaar vol. En dan zie je dat er ook meer vertrouwen komt in dat jullie dat goed zullen doen. Ja. Ik vind dat een fascinerend verhaal, hè? Van jullie zijn een vriend van jou uit de Oekraïne? Het was geen vriend. Ik ken hem helemaal niet. Online tegengekomen misschien? Hij is er begonnen in 2011. Ik zag het in 2012. Ik was toen Rails-programmeur. En ik zag die codebase. Ik dacht, wauw. Dit is iets wat heel logisch is. Dit had er al moeten zijn. En die codebase die is
Hartstikke goed. Meestal wordt het een beetje een rotzooitje, mijn open source project. Dus ik ben GitLab.com toen begonnen. Ik heb een e-mail gestuurd van... Mag ik het meedoen? Ja. Nee, ik heb hem niet nodig. Dus ik heb gewoon gezegd, ik ga dit doen. En vind het erg dat ik geld ga proberen te verdienen met jouw project. Met al jouw nieuwste arbeid. Ik zei, hartstikke goed, hartstikke leuk. Ga je gang. En een jaar later twitterde hij, I want to work on GitLab fulltime. Toen dacht ik, nou... En ik had ondertussen wat grote bedrijven waren naar me toegekomen van, nou, kun je ons hier of daarmee helpen? Maar zoveel wist ik er ook niet van. Dus toen heb ik Dimitri, ben ik gaan betalen. Ik weet nog, ik stond op het kantoor van de Western Union en ik ging geld overmaken. En toen was het, do you know this person for real or just via the internet? En het was via the internet, maar ik heb maar gelogen en gezegd dat het for real was. Ik had op dit moment zelfs nog geen videobelletje met hem gehad. Maar wel op basis van vertrouwen. Later zijn we samen een bedrijf begonnen en is dat verder gegaan. Bleken jullie ook met elkaar samen goed te kunnen vinden? Het blijkt, weet je, mensen die zoveel weggeven, die jongen die werkte dag en nacht om dit weg te geven. Het is wel heel moeilijk, om dat kan bijna geen vervelend persoon zijn. Nee. Ja, maar goed, dan heb je op een gegeven moment een bedrijf in Utrecht. En je bent samenwerken in een BV. En inmiddels zit je in San Francisco. Ja. Je hebt van de zomer heb je eerst 1,2 miljoen opgehaald aan de investering en gelijk 4 miljoen erachteraan. Waanzinnig verhaal. Ja, het is heel hard gegaan. Eind vorig jaar hadden we de eerste klant die zei, joh, ik ben heel blij met de software, we kunnen ons game er heel goed mee ontwikkelen. Maar van hoger af heb ik te horen gekregen dat we op iets gaan standaardiseren. En het is mijn keuze niet meer, ik zou liever jullie blijven gebruiken, maar het is uit mijn handen. En toen keken we elkaar aan en toen zeiden we, ja, maar dit gaat niet goed. Als dit gaat gebeuren, dan willen wij diegene zijn waarop bedrijven standaardiseren. En dat betekent heel veel sneller groeien. Dus in één keer moesten we van productbedrijf naar groeibedrijf. Maar leg dat nog even uit. Wat betekent dat dan, standaardiseren? Dat je een interne versie installeert? En je kan je voorstellen, als je binnen het bedrijf wil insourcen, dus al die afdelingen werken met elkaar samen. Als je een product van onze concurrent gebruikt en van ons... Dat werkt minder met elkaar samen dan dat iedereen hetzelfde gebruikt. Ja. Dus wij willen graag dat iedereen GitLab gaat gebruiken. Ja. Bij Oracle gebruiken ze al iedereen GitLab om samen te werken. Ja. En dat is het moment dat je eigenlijk beslist dat je moet gaan rammen en dus geld nodig hebt. Het moest sneller. En toen zijn we Y Combinator gaan doen, een incubator in Amerika, waar Dropbox... Ja, dan gaan we Y Combinator doen, daar droomt de hele wereld van. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, een sollicitatie sturen, gewoon ingevuld. Ja. En daar natuurlijk ons best op gedaan. Maar ja, de cijfers, die logen er niet onder. 100.000 organisaties die het gebruiken, klinkende namen als betaalde klanten. Dat overtuigt. Ja. Hey, nou is het vaak zo bij dit soort platformen waarin samengewerkt wordt, dat de winner takes it all, zeggen ze heel vaak. Dat is een regel die je op heel veel terreinen ziet in de tech-startups. Jullie grote concurrent is GitHub. Hoe kan het dat jullie daar toch marktaandeel van weten af te snoepen? Wat is de belangrijkste onderscheidende factor? Ik denk dat het heel logisch is dat deze software open source is. Er moeten allemaal features in die soms moeilijk te verzinnen zijn voor een ander. Dus die kunnen beter ontwikkeld worden door de klanten zelf. Het is logisch eigenlijk dat dit... dat in ieder geval de basisversie, dat gratis beschikbaar is. Dat je dat ook, als je nog een heel klein bedrijf bent in India, dat je dat gratis kan installeren. Dat je niet door procurement heen hoeft om een creditcardnummer te hebben om het te kopen. Maar dat je gewoon, sommige mensen, er is één bedrijf gebruikt als met 12.000 fulltime developers. Gewoon de basisversie. Serieus? 12.000. Welk bedrijf is dat? Het is een groot bedrijf in China waar je Alibaba van gehoord hebt. Ja. Oké. Ja, ik ga verder. Dus, iets heel goeds gratis weggeven, waar mensen aan kunnen bijdragen. Wij denken dat het logische model is. En wij denken dat dat gaat winnen. En tot nu toe hebben we de wind in onze rug. Ja, nou ben je een paar weken geleden, hebben jullie die tweede ronde opgehaald van 4 miljoen, een Amerikaanse investeringsmaatschappij. En heb je besloten om in San Francisco te gaan zitten. Dus het kantoor in Utrecht is opgedoekt. Het was altijd gewoon een extra slaapkamer bij mij met twee bureaus en meestal zat ik er alleen. Dus in San Francisco is het iets groter, maar meestal zit ik nog steeds alleen. Vraag 1, waarom is het echt nodig om daar te gaan zitten als je wereldwijd wil groeien? Vraag 2, hoe heb je dat bedrijf daar georganiseerd? Want je zegt, hier zat je ook alleen. Ergens heb ik gelezen dat je 20, 25 mensen geloof ik in dienst hebt. Heb je nu wel een bedrijf waar iedereen zit of...
Nee. Weet, maar er waren twee vragen. Dus ik zal de eerste vraag... Weet je de eerste nog? Zeg maar. We beginnen met de eerste vraag. Les 1. Les 1, journalistiek. Moet je echt in San Francisco zitten om te kunnen groeien? Het helpt wel. Als je ziet wat daar voor talent, ook qua sales en marketing zit, dat is totaal andere orde dan in Nederland. Als je ziet hoe ze daar het salesproces eigenlijk hebben geïndustrialiseerd, procesmatig helemaal kunnen opzetten. Ja, geef eens een voorbeeld van, dat klinkt heel abstract. Dat je hebt niet gewoon verkopers, nee, je hebt SDR's op de inbound, je hebt SDR's op de outbound, dat zijn dan de individuen, sales development representatives. Okay. En zodra die dan een lead gequalified hebben, gaan die door naar de account managers, die gaan hem vervolgens closen. En dan van de accountmanagers gaat het naar customer succes. Dus zorgen dat nadat de deal is gemaakt, dat het goed gaat. Nou, dus daar, veel gestructureerder. Daar heb je weer allemaal twee niveaus in. Dat sluit weer aan op je marketing automation software. Dat sluit weer aan op je customer relationship management. Daar zet je weer data sources zoals DiscoverOrg in om te kijken wie je klanten zijn, wie je moet benaderen, wie je andere dingen gebruikt. Nou, dus dat is een beetje het topje van de ijsberg. Maar mensen die... Veel gestructureerder, dat die, is wat je die zegt. Die daar helemaal in thuis zijn en zo'n proces kunnen opzetten, die kan je daar wel krijgen en hier veel moeilijker. Ja. Vertel daar eens over, want wat voor mensen werken er nu bij jullie? Is dit een clubje mensen, zoals je net beschreven, dat nu onderdeel van je bedrijf uitmaakt? Ja, klopt. We hebben recent een VP of Marketing en een Chief Revenue Officer, diegene die de salesmensen aanstuurt, aangenomen. We zijn nu met 30 mensen en de sales is nu 7 mensen volgens mij. Moet ik me een kantoorsetting bij voorstellen of is het een modern virtueel? Het is modern virtueel. We zijn een gedistribueerd bedrijf. Iedereen werkt remote. Soms komen iedereen. Behalve ik, want ik woon boven het kantoor. Ja. Nee, maar serieus, moet je je voorstellen dat op een ochtend jij wordt wakker, je drinkt een kopje koffie, je loopt naar kantoor en dan zit je daar soms alleen? De koffie is de keuken, dus ik loop naar kantoor en daar drink ik koffie. Ja, maar dan zit je daar alleen? Zit ik daar alleen. En iedereen werkt in verschillende landen, verschillende locaties? Ja, er zit een aantal mensen in de Bay Area, maar die vinden het handiger om vanuit huis te werken. Ja. Maar dat is, snap ik, voor programmeurs is dat eigenlijk best wel een natuurlijk ding. Hè? Want de kracht van programmeren is ook, andere mensen kunnen de code, dat leent zich er heel goed voor. Maar voor al andere delen van een bedrijf is dat wel weer goed dat je met elkaar af en toe rondom een tafel zit. Of bijvoorbeeld marketingmensen, vinden die dat ook prettig? Ik dacht precies hetzelfde. Dus we hadden ook niet voor niks een kantoor daar aangeschaft. Dat was hartstikke duur. En dat bleef vaak leeg. Die marketing en salesmensen. Ik dacht, die hebben die energie nodig. Weet je wel, hè? Andere mensen op de telefoon. Gezellig. Ja. En elkaar high-fiven dat je een orde hebt gescoord. Ja. De high-fives gaan over de chat met thumbs up. En ze vonden het allemaal veel relaxer om thuis te werken. Ja, en toch organiseer dan... Want ergens moet je wel natuurlijk een soort binding met elkaar hebben. Organiseer je elke vrijdagmiddag een borrel, soms de bekende feesten. Hoe ziet je sociale leven eruit? We hebben veel mensen in San Francisco en veel mensen in Utrecht. Dus in San Francisco, één keer in de twee weken of zo, gaan we wat eerder weg. En dan gaan we een drankje drinken met elkaar. In Nederland gaat dat vaak bij medewerkers thuis. We zijn laatst naar Job, vorige week vrijdag naar Job in Zaandam geweest. Hartstikke gezellig. maar je wilt natuurlijk ook als bedrijf iets met elkaar. Precies. Ja. Dus we gaan over 2 weken. Gaan we voor 2 weken vliegen we iedereen hier naar Amsterdam toe. En we hebben grachtenpand afgehuurd. We hebben zelfs de vrijwilligers, de heel actieve vrijwilligers, de core team, komen ook. Dus we zijn met meer dan 35 mensen. 2 weken lang? 2 weken gewoon lang. Werken ook, over gewoon ook werken. Ook hele toeristische dingen doen. Dus we gaan lekker naar het Rijksmuseum en alle gekke dingen. We gaan rondvaart door de grachten. Rondvaart door de grachten hopelijk. En we gaan ook bij ouders langs, want dat vinden we ook leuk. Voor die ouders is het vaak ook virtueel. Van, werkt die nou wel bij een echt bedrijf? Is het toch porno? Weet je? Ja. Dus dat is dan wel leuk om daar langs te gaan. En de vorige keer was een groot succes. Toen waren we nog maar met z'n achten. En toen zijn we naar Servië geweest. Nou, ik hoop dat dit weer leuk wordt. Ja. Hey, dit is sowieso wel heel mooi. Maar ik lees als met enige regelmaat de verhalen van de buffers of de dropboxes of et cetera van die wereld. En die gaan vaak over deze dingen. Hè? Van hoe kun je een bedrijfscultuur
nou, krijgen, maken en houden in een virtuele omgeving. Want een van de dingen die ik bij een van die partijen een keertje zag, die zei, wij proberen eigenlijk alles met video zetten. Ook als het eigenlijk niet nodig is. Want anders sluit je, zeg maar, per definitie degene die niet, als je wel een pand hebt waar 5 of 10 of 20 mensen werken, sluit je die per definitie uit. Kun je daar eens wat over vertellen? Hebben jullie de virtuele variant van je stand-up via Slack? Of hoe gaat dat? Nou, hele goede vraag. We hebben een dagelijkse teamcall, noemen we dat. Die duurt tussen de 20 minuten en een half uur. En die begint met de agendapunten van dingen die belangrijk zijn, dingen die je even wil dat iedereen die weet. Kan iedereen wat opzetten. Daarna doen we een rondje. Is dat een videoconference? Ja, dat is een videoconference. Met welke tool doe je dat? Nou, leuke vraag. Eerst was het Hangouts, maar die schaalt tot 15 mensen. Ja, dus hij gaat niet meer. Nu BlueJeans. Bevalt heel goed. Ah, oké. Okay. Het is wat duurder, maar met één licentie kunnen we uit. En dan, we willen niet dat het een stand-up wordt. Wat heb je nou gisteren gepresteerd? Want dat is vervelend. Dus waar we over praten is wat we gisteren in ons privéleven hebben gedaan. Nou, soms is dat heel surf, bijna niks. Maar soms hoor je ook een collega die doet een vuurspugen of dat soort dingen. Of gewoon iets wat er gebeurd is in het leven van mensen. Dus dan hou je toch een beetje dat bij. Een jongen zei, ik weet nu beter wat mijn collega's doen dan ik vroeger bij een normaal bedrijf van de mensen die naast me zaten. Want je vraagt niet zo snel aan een collega, wat deed je nou gisteren? Maar je hebt een leuke dag gehad gisteren. Ja, wat heb je nou gisteravond gedaan? Ja. Dat komt een beetje. Maar als je dat met z'n dertigen doet, dan valt dat wel mee. Dus dat is dan de norm. En je vertelt wat je morgen gaat doen. Want misschien is er iemand die zegt van, oh, maar ik weet toevallig iets waar je rekening mee moet houden. Of dan weten ook mensen een beetje hoe je beschikbaarheid is. Maar het gaat meer over persoonlijk dan over werk, dus begrijp ik. Nou, we beginnen met een agendapunt, maar dat is vaak het kortere gedeelte. Het gaat natuurlijk om het persoonlijke contact. Hoe hou je met 30 mensen die elkaar zeer zelden zien, maar 1 keer in de 9 maanden zien. Hoe hou je dan toch het idee dat je een team bent? Nou ja, met 30 gaat dan nog wel, maar als jij hard gaat groeien, met 100 wordt het alweer een onmogelijkheid. Ja, dat is eigenlijk telkens geweest. Toen we met z'n drieën waren, duurde de call 1,5 uur. De call wordt steeds korter, dus we denken dat we nog even kunnen doorschalen. Maar het zal ongetwijfeld ergens misgaan. Dan moeten we misschien in divisies opdelen of iets anders. Ja. Maar we geven niet te snel op. Hebben nu een aardige bak groeigeld binnengehaald. Wat is jullie ambitie voor het komende half jaar? We willen nog heel hard doorgroeien. We zoeken op allerlei gebieden mensen. Developers, service engineers, marketing en sales mensen. Maar wat moeten al die mensen gaan doen? Die moeten de klanten gaan helpen. Die moeten de software beter maken. Die moeten nieuwe klanten gaan zoeken. Die moeten de bestaande klanten nog beter helpen om het verder uit te rollen. Ja, maar hebben jullie daar concrete targets aan gehangen? In samenwerking natuurlijk met je investeerder. Ik neem aan dat er een soort strategisch plan nu ligt. Nou, het zou je verbazen. Ik heb wel een target voor het einde van het jaar met de investeerder afgesproken. Maar voor de rest valt het wel mee. Het is toch een PowerPoint waarvanaf je pitcht. Ze zijn heel erg geïnteresseerd in wat je gemiddelde verdiensten zijn per klant en wat je churn is en dat soort dingen. Maar zij weten ook dat jij niet kan voorspellen of je elke maand 10 of 20% groeit voor over een half jaar. Dat weten wij dus niet. Dat is als je dat wel zegt, is het een leugen eigenlijk. Ja. Je kan een ambitie uitspreken. Ja. Onze ambitie, en we hebben een A-ronde opgehaald, onze ambitie is om naar de beurs te gaan op termijn. Dat is de ambitie. En we gaan alles en waarom is dat specifiek dat jullie ambitie? Dat de enige manier is om als bedrijf zelfstandig te blijven. Dus elke andere variant. De investeerders willen een keer cashen, die willen een keer liquideren. Dus word je overgenomen door een ander bedrijf. En dan gaat misschien dat evenwicht wat we nu hebben qua open source versie, dat is dan... Ja, dat is waar we daar aan het begin over hadden. Het fragiele evenwicht tussen geld verdienen en de open source principes. Eigenlijk in jouw visie kun je dat alleen door een beursgang in balans houden. Dat is de beste manier dat is een betere manier dan een acquisitie. Ja. Hey, belangrijk element voor jullie is, dus je bent, dus, zeg maar, open source is de kern van wat jullie zijn. Dus in principe hebben mensen voldoende aan de gratis variant van wat jullie hebben. Maar je hebt ook betaalde varianten. Wat doe je eraan om mensen van gratis naar betaald te krijgen? En hoe succesvol ben je daarin? Het gaat steeds beter. We moeten natuurlijk met die klanten praten en ze ervan overtuigen dat die features waar ze nu zonder kunnen, dat die wel meerwaarde bieden. Dus dat is een taak voor ons.
Ja. Hey, een dingetje wat... Een heel korte antwoord hoor. Ja. Ja, ik zou er eventjes even... Kan je er eventjes op doorgaan? Ja, tuurlijk. Wat ook veel belangrijker is... We vinden het eigenlijk helemaal niet zo... We vinden het wel leuk als mensen onze gratis variant. Dan gebruiken ze in ieder geval GitLab. Zolang ze GitLab gebruiken, zijn ze onze vrienden. Dus we vinden het nog veel belangrijker om mensen die nu niet GitLab gebruiken... om juist die te overtuigen. Dus we gaan de komende tijd veel... harder op de trom slaan en veel actiever mensen benaderen. En dat was eigenlijk, raakt gelijk een vraag die ik nog heel erg had. Als je nou niet, weet je wel, heel fanatiek bent in het meeprogrammeren aan jullie platform, maar je vindt het eigenlijk prima, weet je, alles zit erin wat je nodig hebt, dat zit ook in GitHub, en je moet kiezen. Waarom zou je dan voor jullie kiezen en niet voor GitHub? Nou, wij geloven en dat... open source interesseert me even niks. Nee, weet je wel? Prima. Nee, als gewoon, je heel om het moet werken. Heel pragmatisch bent, we hebben betere enterprise features. Dus we hebben... Maar dat zeggen zij waarschijnlijk ook. Dat zeggen zij ook. Ja. Maar het is onderhand zover dat ze geïnspireerd raken door onze features. En dat zeggen zij ook andersom. Waarschijnlijk wel. Ja. Dus, zij zijn veel groter. Ze zijn veel groter. Dus waarin zijn zij dan beter? Laat ik het zo vragen. Nou, het grappige dat ze groter is, wil niet per se zeggen dat... Dat nou, ze doen wel iets beter zijn. Ja, ze doen wel iets goed. Nou, ze waren sowieso eerder. Ja. En alles open source software staat op GitHub.com. Dus dat is een enorm goed promotiekanaal. Dus dat doen ze een stuk beter dan ons. Ik denk dat wat wij beter doen is elke maand een betere versie uitbrengen. Met features die heel goed aansluiten op onze klantbehoeften. Mm-hmm. Daarnaast kan je gratis instappen. En is onze uiteindelijke prijs ook een stuk schappelijker. Ja. Dat scheelt een factor 5, geloof ik, hè, als je kijkt naar functionaliteit. Dat scheelt een factor 5. Ja, ik wil er graag eens toch een poging doen de factor 10 van te maken. Want bij ons krijg je CI en CD. Dat al dat testen en deployen, wat je anders los er nog bij moet doen, krijg je gewoon geïntegreerd in de producten bij. Ja, dus ja. Hey, ken jij die gasten? Want het lijkt wel interessant als je zo eigenlijk zo'n duidelijk identificeerbare concurrent hebt. Zij zitten ook natuurlijk daar. Ja, ja, ik ben laatst wel een keer langs het kantoor gelopen. Ja, maar ik heb wel eens wat mailtjes gehad om te komen spreken. Maar dat is eigenlijk alleen, moet je eigenlijk alleen op ingaan op het moment dat je de boel wil verkopen. Want voor de rest... Je had ook het gevoel dat de intentie van het gesprek was? Nou, het is een bekende tactiek natuurlijk. Hè? Facebook koopt ook Instagram omdat ze bang zijn dat ze anders op het fotogebied weggevaagd worden. Kijk, dat altijd interessant is om een concurrent uit te schakelen, dat is duidelijk. Ja. De vraag is alleen voor hoeveel en dat weet je niet. Dus je weet verder niet hoe serieus het was. Maar daar ben jij niet mee bezig? Nou, nee. En onze mentoren, dan helpt zo'n Y Combinator. Want ik was eigenlijk wel geïnteresseerd om dat gesprek aan te gaan. Die zei, ja, dat is eigenlijk gewoon ego van jou. Dat jij wil gekoord worden, je wil die aandacht krijgen. Ja. Toen dacht ik, ja, Vip, je hebt gelijk. Dus niet doen? Dus niet doen, nee. Ja. Hey, die Y-combinator, er is veel over geschreven en er wordt veel over gesproken. Dat is toch wel de meest prominente incubator, denk ik, wereldwijd. Of althans, één van de, laat ik het bescheiden zeggen. Wat heb jij daarvan geleerd om daar rond te lopen en in dat programma te zitten? Nou, ze zijn zelfs niet zo bescheiden. Ze vinden daar met afstand het beste. Ja, zij vinden dat, met vind afstand het beste. Ja. Ja, dus... Wij als onafhankelijk journalisten kunnen dat moeilijk beoordelen. Nou, het is bizar hoe groot het verschil tussen nummer 1 en 2 is. Unicorns, het is vreselijk. Maar van de 8 unicorns die er uit een incubator zijn voortgekomen, zijn ze alle 8 uit Y Combinator. Terwijl er 2000 incubators op de wereld zijn. Nou, een unicorn, voor wie dat niet weet, dat is een $1 billion... Bedrijf met een waarde van 1 miljard. Ja. Startup. In ieder geval, met preferente aandelen. Ja. Maar in ieder geval, eentje die het goed heeft gemaakt. Ja. Dus hoe komt dat? Ik denk omdat er heel veel netwerkeffecten zijn. Doordat ze de bekendste zijn, trekken ze ook de beste mensen aan. Ook de beste bedrijven willen daar. Ik bedoel, wij wouden Y Combinator or Bust, zeg maar. Iets anders, dat hoefde in onze fase niet. En dan kom je daar en dan gaan alle andere mensen om je heen, die werken nog harder, die gaan nog sneller. Die doen in een 2 weken veel meer dan wij. En dus daar raak je ook een beetje van gemotiveerd, zeg maar. Het is ook een beetje peer pressure, wat gewoon helpt. Plus de mentoren, die hebben meer bedrijven voorbij zien komen, inclusief heel veel succesnummers. Dus die kunnen heel goed aangeven, nou dit werkt niet, dat werkt wel. En die hebben ook, baseren dat op veel meer data. Ze kunnen betere sprekers krijgen, ze kunnen betere workshops organiseren, komen betere mensen langs.
Ja, dus heel concreet, geef eens een voorbeeld. Wat is nou zo'n moment dat je terugdenkt aan die periode en die lessen weer in je achterhoofd hebt? Nou, gebeurt dat vaak? Ik vertelde over de sales en marketing. Nou, dat leer je daar ook veel beter. Ik denk, als ik over peer pressure praat, denk ik wel, dan zit je op zo'n kringgesprek en dan zit diegene voor je die zegt, nou, dit hebben wij deze 2 weken bereikt. En dan denk je, nou, dit, hoe kan dat nou? Hoe is het dan nou? Dan denk je, nou, dat is bijna niet mogelijk. En achteraf hoor je dat ze hetzelfde soms van jou dachten, maar zo jut je elkaar allemaal een beetje op. En je ambitieniveau gaat omhoog. Toen we daar naartoe gingen, zoiets, nou, mooi zelfstandig bedrijf is wel hartstikke mooi. En je komt terug en je zegt, nou, gewoon de grootste worden in deze markt. En voor minder gaan we niet. Ja. Ja. Ja, en hoe is het nu, want zeg maar, het klasje is zeg maar achter de rug. En hoe gaat dan het vervolg? Je kan altijd naar ze terug voor advies. Maar de bedoeling is natuurlijk wel dat je op termijn steeds meer op anderen vertrouwt. Omdat we nu een A-ronde hebben opgehaald en ook een seed-ronde hebben gedaan. Eigenlijk de eerste aan wie we wat kunnen vragen is onze boardmember en de venture capitalist die in ons geïnvesteerd heeft. Ja. Maar ik weet zeker, als ik met iets moeilijk zit, of, ik hoop het niet, maar als je met een probleem met jou en de venture capitalist zit, dat je altijd op ze kan rekenen. Ja, ja, hoe gaat dat? Vond ik ook nog een interessant ding. Jullie hebben geld opgehaald in Amerika, ook je seed round. We hebben die gesprekken hier vaker aan tafel met startups. Het grote verschil tussen hoe dat in Nederland gaat en hoe dat in de Valley gaat. Jij hebt het natuurlijk daar geregeld. Je spreekt ongetwijfeld vrienden en kennissen hier in Nederland. Hoe kijk jij daar tegenaan? Het gaat daar veel makkelijker. De waarderingen zijn veel hoger. En daarnaast helpt Y Combinator eigenlijk ook om een soort momentum om je bedrijf te creëren. Wat investeerders altijd doen, ze wachten af. Want over een week weet je nog meer over dat bedrijf. Ja. Dus het moeilijke is, hoe krijg je nou die urgency om wat te doen? En dat doen ze perfect. Door aan het einde laten ze je presenteren, hopen ze heel goed een mooi gelikte presentatie voor 400 investeerders. Daarna word je belaagd door die investeerders. Dus in één keer is er een fear of missing out die er anders niet is. Ja. En een snelheid en een actiebereidheid die anders ook in Amerika zonder Y Combinator niet makkelijk kan creëren. Ja, en dat is in Amerika en de invloed van Y Combinator. Hoe verhoudt zich dat tot in Nederland? Ja, tussen Amerika en Nederland. Ik denk, Amerikanen hebben veel vaker gezien dat het veel oplevert. De hele succesvolle Nederlandse start-ups, die kan je bijna op een hand tellen. Terwijl Amerika zijn dat daar veel en veel meer. Dus er zijn ook veel meer mensen die ooit daar geld hebben verdiend, et cetera. Dus ze kunnen dat weer terug erin zetten. Hey, die worden vaak investeerders. Jij noemt dat nu zelf, hè? Dat is natuurlijk heel erg money driven en investering driven en exits. Maar jij bent gewoon begonnen samen met je vriend Dimitri. Toen nog niet eens vriend, maar vaag contact uit de Oekraïne. Ja. Vanuit een ideaal. Jullie waren bezig met open source. Je zei, hij programmeerde nachtenlang om te delen. Ja. Dat staat wel vrij haaks op het traject wat je nu beschrijft. Ja, klopt. Hoe gaat dat in jou persoonlijk en in de ontwikkeling en bij Dimitri? Is dat logisch of is dat eigenlijk heel raar? Nou, het is een hele goede vraag. En, dat is ook heel Amerikaans, hè, om dat steeds te zeggen. Dat is een hele goede vraag. Heb je ook geleerd bij Y Combinator? Ja. Ja. Maar het geeft je wel even tijd om na te denken. Het is mijn derde interview vandaag. En wij hebben de beste vraag, hè? Ja. Ik moet zeggen, ik vind het een plezierig gesprek. Ook heel Amerikaans. Ja. Kijk, we zijn onze idealen niet kwijtgeraakt. Maar je vraagt je wel af, wat is de beste vorm van een bedrijf? En dat is best heel moeilijk. Het ergste is een bedrijf dat hinkt op 2 gedachten. Er zijn allerlei dingen. Je kan een stichting worden. Je kan een B Corp worden. Je kan een gedeelte van je aandelen aan een foundation cadeau doen. Er zijn allemaal dingen die ook bij ons spelen. Maar we geloven wel dat de beste manier om een grote impact te hebben op de wereld en te zorgen dat die open source variant het leidende ding wordt, is zo'n commerciële aanpak. En we geloven ook dat het beter is voor het bedrijf als het open source, als we niet de community kwijtraken. Als het niet alleen maar de code open source is, maar ook dat het bedrijf zo werkt.
Maar heb jij het gevoel dat dat bij jullie nog steeds in balans is? Of zijn de dollartekens in je ogen wel dominant geworden door alles wat je is overkomen en afgelopen? Nou, we hebben nu nog de naïviteit dat we denken dat beide kan. Hè? Dus dat we en een goed open source project kunnen hebben en die IPO ooit. Maar dat is ontegenzeggelijk, zie je dat als bedrijven naarmate ze groeien en volwassener worden, dat er steeds meer druk komt om die features weg te halen of toch dat mooiste niet te releasen. Heb je het daar vaak over met je founding partner Dimitri? Ja, daar hebben we het wel vaak over. Ja. En hoe gaan die gesprekken dan? Jeetje. Ja, nee, dat interesseert mij. Jullie zijn begonnen als twee idealistische jongetjes die... Voor mij is het altijd een for-profit ding geweest. Ik ben GitLab.com begonnen. Het was voor mij altijd... Maar het is ook wel heel leuk om beide te doen. Om ook iets waarde toe te voegen. Om ook iets moois te maken. En die gesprekken gaan vaak van... Jeetje, dat en dat open source bedrijf... Dat is eigenlijk van het padje af geraakt. En die moeten nu weer heel hard bijsturen om er weer op te komen. Moeten we goed onthouden dat we die fout niet maken. Ja. Maar je moet ook... Zolang wij groeien is het allemaal goed. En lachen de investeerders om toe. Maar als het slecht gaat... Dan worden de duimschroeven aangedraaid. Dus we moeten ook zorgen dat we onze... Ja, dat we blijven groeien, want dan blijven we in controle. Ja. Stekel, dit is iets waar we heel lang over door zouden kunnen praten. Want het is een heel onderwerp dat ik graag een ander keertje met je bespreek. Hoe je dat doet, zo'n community, zeg maar. Ja. Managen en goed houden, gezellig houden. Zullen we de volgende keer dat wij in San Francisco zijn, doen we gewoon een uitzending daarvan. Ja, dat is heel goed. Ik ben er niet heel vaak, maar we kunnen het ook proberen te organiseren. Hij heeft in ieder geval ruimte, want ze slaan uit het kantoor, weet je wel. En koffie. Dus, waarschijnlijk heeft hij ook internet. Komt heel goed. Dus dat is goed. Nee, want dat vind ik namelijk ook een onderwerp wat me heel erg boeit. En ik moest meteen even denken onderweg. We hebben Joost van de WordPress plugins, zeg maar. Je zal hier ook... bij Joost speelt dat natuurlijk ook heel erg. En hij verdient ook gewoon goed zijn geld met wat hij doet. En tegelijkertijd is voor hem heel erg dat open source element en de community en de band goed houden met je publieke gebruikers, et cetera, een hele belangrijke. Nou, die parkeren we eventjes, want anders... Kom gewoon ook over een jaar als je in Nederland bent gewoon weer terug. Want kijken waar je staat. Ja. Dat is goed. En ik wens jullie heel veel plezier met die grote club in dat pand hier in Amsterdam. Want dat lijkt me ook wel mooi. Wanneer gaat dat gebeuren? Tweede helft oktober. Dus dat lijkt me ook hartstikke goed. Ja. Hey, ontzettend bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. Je weet, iedere dinsdagavond zijn we van de partij. Maar deze donderdag, Stekel, doen we ook nog... We zitten op ID. Dus het is Kromhouthallen. Ja, de hele dag. Donderdag van een uur of 9 's ochtends tot een uur of 5. 'S Middags kun je een aantal hoofdgasten en een aantal specialisten die in de stad zijn over alles digitaal aan de tafel zien en horen. Hey, we bedanken Streamzilla uit Groningen die ervoor zorgen dat jullie live konden meekijken. En je weet, je kunt ons complete archief, ik heb even zitten kijken, Stekel. Dat zijn niet alleen maar de interviews die wij gedaan hebben, maar en er zitten ook nog wat ingekorte versies, maar het account van Fast Moving Targets heeft bijna 1000 video's. Kijk. Dus dat is ook weer een... Ik hou heel erg van die getalletjes. Dus ik kijk iedere dag hoe het nu staat. Binnenkort een beurs. Gaan we naar de beurs. Ja, met zijn grote getallen. Unicorn. Unicorn Blom. Ja. Heb je... Laat maar. daarvoor bedankt. En je weet, je kunt media over innovatie mogelijk maken. Dat doe je door Fast Moving Member te worden. En ongetwijfeld heeft net daar al het URL van in beeld gestaan. Anders zet Martínez er nu nog wel eventjes bij, schat ik zo in. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag. Ja, bedankt.